Robin, ja, daar sta je dan. Ik denk als vierde trainer. Zeer fier, hè? Zeer fier. Dat is normaal, hè? Dat is de eerste keer dat we zo'n grote wedstrijd mogen spelen. En dan ja, kan je alleen maar trots zijn, hè? Op al die groepen. Is het dan te wijten aan stress dat jullie ja, het begin eigenlijk niet zo goed deden? Dat zou wel kunnen, hè? We zijn allemaal nog jong natuurlijk. Hè? Zo'n eerste keer een zaal vol supporters, hè? Zo'n grote zaal. Vorige week al wel die halve finale, maar de finale is toch altijd anders dan. Dat is de match natuurlijk. Hè? Dus we waren inderdaad wel slecht begonnen. Ja. Een klein feestje op het veld al. Waar wordt er verder gefeest vandaag? Ik veronderstel dat de kantine open gaat, aangezien wij gisteren met de U19 al een titel genomen hebben. En ja, nu deze titel, misschien wel wat onverwachts, maar toch leuk. Hè? We waren toch aan elkaar gewacht. En we hopen er nog een titel bij te doen, hè? Van de U16 natuurlijk. Hè? Ja, drie titels, dat is drie keer feest. Dat is absoluut kwik. Doet het goed met de jeugd? Ja, ik denk dat dat een bewijs is dat onze jeugdwerking toch wel goed in elkaar zit. Hè. We bouwen al lang. Hè. We zijn echt aan het bouwen en het waren goede trainers in huis. En U19, U16, dat zijn toch echt wel clippers van zelfs van buiten kwik die we gehaald hebben om bij ons training te geven. En ja, starten met de kleintjes en zo werken. Hè.